gezellige drukte op kermis in Schaarsberg. Het was zondagmiddag gezellig druk op de kermis op de markt in Schaarsberg. Jong en oud genoot van de diverse attracties en een aantrekkelijk randprogramma. Het weer was dan ook dik in orde en iedereen had weer zin om erop uit te gaan. Na 2 jaar zonder kermisvertier werden de attracties warm verwelkomd in Schaarsberg. Het terrein op de markt in Schaarsberg is gevuld met topattracties uit de Nederlandse kermiswereld. Ook wordt de inwendige mens niet vergeten. De keuze is divers. De kermis wordt dinsdag 3 mei afgesloten met de komst van Ernie en Bert om 18:30. Batida, Mistreeg en Spaskapel met de Moelder A zorgden vanaf 14 uur voor een bijzondere sfeer op het kermisterrein.